Koen is de man die heel dat plan getekend heeft. Bij wijze van spreken verwilderd wilgenbosje. Tot nu een nieuw concept van wat kan er allemaal in zitten. Dat is in de schoot van het regionaal landschap gebeurd. We hebben zo echt heel levendige herinneringen aan vroeger aan buitenspelen. Het speel dat je eigenlijk als kind geen grenzen kreeg naar tijd en naar ruimte. Dus dat je eigenlijk altijd wel ergens in de buurt een bosje vond, een interessant stuk weiland. Of dat je zelfs kilometers ver ging, dat je echt vrij mocht rondstruinen. Dus kinderen moeten dat geluk hebben dat ze ergens een stukje niemandsland vinden waar ze eigenlijk nog een gang kunnen gaan. Als er dan al zo'n stukje groen is, is het vaak ook een probleem rond verkeer. Het verkeer is zo gevaarlijk dat ouders hun kinderen liever bij zich houden in hun eigen tuin. En daar is vaak ook niet meer zoveel te beleven. Dikwijls zijn onze tuinen gewoon gras, een perkje, een haag of een muur er rond. En dan voelen ouders zich wel een beetje schuldig en ze geven hun kinderen een trampoline, hè, want buitenspelen is gezond. Dus die kinderen zijn daar rap op uitgekeken en die belanden heel dikwijls terug binnen achter tv of computer. Onderzoek toont dan aan dat kinderen van nu veel te weinig buitenspelen en dat negatieve effect heeft op hun ontwikkeling. Wordt in verband gebracht met ADHD, suikerziekte, leerstoornissen en zelfs depressies. En veel gemeenten en provincies beginnen in te zien dat ze daar wel iets aan kunnen doen. Dus overal ontspruiten er natuurspeelplaatsen uit de grond. Het zijn een soort van speelreservaten waar kinderen en natuur nog vrij spel hebben. Waar vooral kinderen hun gang mogen gaan. Dus ze moeten niet op de paadjes blijven, ze krijgen kansen. Denk aan relief, een beetje bergen, heuvels, water, grachten, poelen, boomstammen dat ergens liggen enzovoort. Dat draagt zeker bij tot terug de vrijheid die we aan kinderen willen geven. Dus als regionaal landschap, waarom werken wij aan zo'n wilde landjes? Omdat we ook geloven dat als kinderen dag in dag uit met de natuur in aanraking komen en niet zomaar één keer per jaar tijdens de herfstuitstap van de school, dat ze daar echt wel fascinatie aan krijgen voor de natuur. En dat ze later als volwassenen ook dat respect voor de natuur gaan behouden. En dat is natuurlijk een van de doelstellingen van het regionaal landschap, om te werken aan het draagvlak voor natuurbehoud. En is er al een stappenplan voor realisatie of zo? Morgen is het klusdag. Ja. Dus als je zin hebt, dan kom je wel verschillen. Bijna elke workshop wordt mee begeleid door iemand die ja, super thuis is in je achtergrond. Iemand van het regionaal landschap komt rond al die amfibieën en al dat leven in die pool vertellen. En dat is zijn job en die is er super in thuis en die kent dat perfect. Iemand van Natuurpunt neemt mensen op sleeptouw en die kan daar volop mee mee. Die struisjes die je ziet uitschieten, zijn die wilgen die afgezaagd zijn. En die komen nu terug uit als struik. En als we die een jaar, twee jaar, drie jaar laten staan, dan komen er dikkere takken op en dan kunnen we die ook gebruiken voor die wilgen. Het echt te bouwen met ons eigen materiaal. Kinderen mogen zo niet gevoelen van we komen op de les. Je merkt dat wel dat die enorm veel opsteken. Het is de bedoeling dat kinderen samen met hun begeleiders het bos helemaal zullen ontwikkelen. Het Kikvorst bos is een oud wijmenbos en bestaat voornamelijk uit wilgen. Wilgen is toevallig ook heel leuk materiaal om mee te knutselen. Zo kan je perfect wilgenhutten maken. Het is de bedoeling dat het eigenlijk overkoepeld wordt met een wilgenluifel. En dit is eigenlijk de gezellige plaats voor kinderen om samen te zitten rond het kampvuur, rond de vuurplek, samen gezellig verhaaltjes vertellen en natuurlijk ook om optredentjes te geven. We hebben eigenlijk voor een educatieve pool gezorgd waardoor de amfibieën kansen krijgen voor te overleven. En we hebben ook voor een wadi gezorgd, echt een speelpool waar de kinderen volop in kunnen spelen. Hoe raak ik daar? En door de wilgenhut dat we ook integreren, door de speelse bosranden, dan krijgen kinderen echt wel het idee van kom, mama, papa, daar wil ik wel eens gaan spelen. En dat is wat we willen bereiken met het speelbos. Ik sta hier voor de Kik voor Stotenpaal. En we gaan deze zomer weer fantastisch leuke workshops doen. En die vinden plaats de laatste twee weken van augustus. Ze gaan rond vuur en papier en plantjes. Het zijn heel toffe workshops, allemaal rond kunst, cultuur en natuur. En wil je er meer over weten, dan kan je altijd naar onze website surfen, www.kikvorst.be. Ik film altijd pannenkoeken en hondjes.